Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe 1.7.2 survival. Ik ben Melvin, ik sta hier gebukt bij mijn paard. Ja hè, zie ik kus met hem zelfs. Ze zijn hele goede vrienden geworden in de tussentijd van de vorige aflevering. Ik ga gelijk weer verder op mijn paardje reizen op zoek naar nieuwe biomes. Want dat is echt het leukste van 1.7.2. Ik hoop zeker nog even een nieuwe te vinden deze aflevering. En dat is het enige doel dat ik heb. Ik heb niet meer doelen, nee. Het ziet er trouwens ook best wel vet uit dat er hier opeens een stuk heel groen gras is. Omdat het wel een gedeelte van de rivier is, maar niet een complete rivier. Dat was heel leuk om te vertellen. Nee, dat was echt niet totaal nutteloze informatie. En moet ik maar even op mijn paard een verhaal vertellen, denk ik. Laat ik het nou eens gaan hebben over een leraar bij ons op school. En nee, niet een favoriete leraar, nee, een leraar die voor geen meter les kan geven, Iranees is en een gebrek aan Nederlands heeft. Je moet voor de gein gewoon eens een keer een les van haar volgen. Dat is gewoon om te huilen. Ze geeft trouwens natuurkunde, dus het is een exact vak. En je ergert je meer dood aan hoe ze dingen uitspreekt dan hoe ze les geeft. Ze geeft al echt kut les. Ze heeft een gebrek aan Nederlands, zoals net al zei. En toevallig was het vandaag weer zo. Nou, heeft al tijd, maar toevallig was het vandaag wel extra erg. Want we waren bezig met iets, ik weet niet eens, want ze legt zo beroerd uit dat ik niet eens precies meer weet waar het over ging. Het ging over straling. En ze moest het opschrijven en ze schreef op korte braille. Ik heb het nu op het scherm gezet en ja, zo stond het letterlijk de hele les op het bord. We zaten wat te lachen en ze vroeg van wat was er en de hele les heeft het niet zo op bord gestaan. Nou ja, dat korte wel, maar dat braille, daar heeft ze toen nog een eetje tussen geplakt. Maar, ik kon wel bijna huilen in de klas. Ze geeft al zo kut les en dan heeft ze ook nog zulke broed Engels. Ik bedoel, Nederlands. Ik snap niet waarom je zulke Iranezen in Nederland les gaat geven. Geef ze eerst gewoon een goede taalkursus, want ze heeft een behoorlijke taalachterstand. Ze zet overal deze voor en overal, die en deze, net zo'n Turk, maar dan uit Iran. En ze is ook niet aardig of zo, dus het is niet van dat compenseert het wel weer van omdat ze een kutleraar is. We hebben wel leraren die niet goed zijn, maar die zijn alweer aardig. Maar zij is gewoon bij, zij is gewoon niks. Zij is echt, zij is gewoon niks. Ze zou vast wel natuurkunde kennen, ze weet vast wel hoe natuurkunde werkt, maar hoe zij lesgeeft, dat is gewoon huilen. Dat is gewoon huilen met de pet op. Ik zit ook altijd met een pet op in de klas. Nee. Dat was een hele slechte kutgrap. Maar, nee. Het is gewoon, jammer, ja. Dat was even mijn verhaal over die leraar. Ondertussen ben ik alweer een pokkeneind met het paard verder gekomen. Nog niks nieuws ontdekt, want deze biome hadden we voor mij al gezien, zo'n tiger biome, dus daar is niks nieuws aan. Hier hebben we wat schapen die ik helemaal aan de kant beuk op rotte kut. Nog een village in de ja, een blacksmith! Yes, yes, oh mijn god. Oh, is het serieus zo'n kleine village als ik denk dat het is? Wow, dit is fucking raar. Dit is serieus. What? Check hoe klein deze village is. Oh, stift, dan stap je af. Oké, paard, jij blijft hier lopen, hoop ik voor jou. Dan zoek je straks al op. Maar, holy shit, check hoe klein deze village is. Serieus, één blacksmith en met, wat zit erin? Ik had op wat meer gehoopt, maar ja, beter iets dan iets. Zo, misschien kan hier ook wel even een tussenstop doen. Kunnen we even wat dingen gaan smelten, want dat is wel even chill. Zo, smelten we die even. Heb ik nog meer wat gesmolten kan worden? Nee, we kunnen hier wel even... Oh, nee, we kunnen deze wel even hout van maken, ja. Dan maken we even... wat zou ik gaan doen? Ik heb hier trouwens ook één eetzame sapling die ik wel even weg ga zetten. Want wat heb ik eraan? Jongen, dat neemt alleen maar inventory space. En waar is mijn paard? Oh, daar loopt hij. Ik schrok al even. Ik dacht van, oh mijn god, mijn paard is opeens weg. Nou ja. Nu ik over mijn paard heb, we moeten even een naam voor hem hebben. Hè? Paard. Ik noem hem voorlopig eens paard. Als jij een leuk naam hebt voor mijn paard. Ik vind het leuk om mensen even te interacten met mijn serie. Als jij een leuk naam hebt voor mijn paard. Laat het achter in een reactie hier beneden.
Dan kan ik de volgende aflevering even kijken wat ik ook een leuke naam vind voor mijn paard. Ik ben heel benieuwd op wat voor namen jullie komen. Dus bedenk iets origineels en misschien kies ik wel die naam. Nou, wat hebben we hier in de put? Niks zeker. Nee, daar heeft nooit wat in gezegd. Ik zie er. Oh mijn god, een klein lavastroom. En wat zijn dat? Zijn dat pumpkins? Ja, dat zijn van mijn pumpkins. Nou ja, prachtig. Villager, wat heb je ook iets bijzonders? Nou, dat. Wat voor kut trade is dat nou weer? En is hij hier ook de enige villager voor... Oh nee, kijk. Ze zijn wel met z'n tweeën. Ze kunnen nog... Wat voor kut villagers zijn jullie, jongen? Jezus, weet je hoe overpriced? En kijk, een crafting table. Ha, leuk. Ik zat trouwens net te denken wat ik moest maken. En ik weet nog niet meer wat ik zou maken. Ik heb hier trouwens... Ik weet nog niet wat ik met dat houten ding nog steeds moet. Die kan wel weg, oké. Okay. Ja! Ik ga armor maken! Armor! Ik ga armor maken! Ga ook armor maken? Gaan we armor maken? Zo, we maken even deze erbij. Dan kun ik even... Godsamme, ik begin net als die vrouw van natuurkunde te praten. Niet best. Oké, ik weet een trucje. Dan kan je het zo en dan zo en dan zo. En dan maak je in één keer maak je schoenen, de helm en de broek. Zo, dan heb ik de broek, de helm en de schoenen. En dan maken we nu nog even... Woep. Kijk, dan hebben we ook even de chestplate. En dan ben ik gelijk al in full iron. Kerels, ik ga even jullie in huis slapen. Als jullie dat niet erg vinden. Wat zei je daar? Wat? Dat versta ik serieus niet. Nee, wat lul je nou, kerel? Nou, ik ga al slapen. Vind je dat... Zit jij nou met mij te fucken, hé? Oh, nou, dat vond hij niet leuk. Nou, ik ga nu serieus slapen. Hou alsjeblieft even jullie bek dicht. Ja? Ja, ze zijn stil. Oh, mijn god. Jullie zijn de hele nacht voor mij stil geweest. Alsnog... Nou ja, ik ga niet mensen mishandelen in deze serie. Hier, hebben jullie allebei een sunflower. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Oké. Ik ga nu weer verder met mijn, met mijn reis door... 1.7.2. Ik misplaatste trouwens een Dark Oak Wood blok dingetje. Nou, oké, we pakken die nog even. Die, cool. Die, oh mijn god, ik ben trouwens... Waarom klinkt er opeens zo vaak een leuk deuntje van dat ik level omhoog ga? Nou, we pakken die nog even. Zo. Nu moeten we een paard op... Volgens mij loopt die daar helemaal afge... En weer een witch! Check dat dan. Waarom lopen hier witches? Waar loopt ze? Huh? Ze is opeens weg! Oh, ze is er met haar bezem vandoor! Oh, wat eng! Oké, ik ga kijken of ik hier overheen kan springen. Lol. Dat faalde wel heel erg. Oké, we gaan nu weer verder. Misschien komen we nog wel een village tegen. Maar dat is niet mijn prioriteit, zoals ik al vaker zeg. Ik wil motherfucking nieuwe biomes vinden. En ik kom de hele tijd dezelfde biomes tegen. Dus dat is een beetje jammer, hè? Een beetje jammer. Nou ja. Hebben we daar links wat nieuws? Nee, ik dacht even dat er wat nieuws kwam. Maar dat was dus niks nieuws. Hebben we hier rechts wat nieuws? Nee, hier hebben we trouwens wel weer allemaal... Oh, is het weer een homo biome? Nee, Melvin. Nee. Jij bent geen homo Melvin. Dat weet ik zeker van mezelf. Moet je maar vanuit gaan. Ook al heb ik zulke opmerkingen. Ik vind gewoon dat je daar grapjes over moet kunnen maken. En als je dat niet vindt, ja, dan vind je dat niet. En we hebben hier ook weer zo'n biome met van die paddenstoelen en alles. Dat is ook geen nieuwe biome die ik nog niet heb gevonden. Waarom moet er nou de hele tijd dezelfde biome komen? Ik wil gewoon even een nieuwe, echt nieuwe biome vinden. Niet een nieuwe biome. Nou, we gaan kijken of we hier met ons paard doorheen kunnen. Want het is voor mij behoorlijk volgroeid. Ja, dus ja. Het gaat goed. Hete koffie. Misschien gaan ze dan wel aan de kant die bomen. Hete koffie. Ja. We overleven het een soort van. Hete koffie. En nu zit ik hier vast. Nou, dan gaan we terug. Gaan we hier zo omheen. Dat is ook een optie. Nou, ja. We hebben het overleefd. Kijken of ze kan springen. Of hij. Ik weet nog niet eens waar dat is, joh. Meestal kijk dat... Een squid. Oh, ik dacht even dat er een heks was die aan het zwemmen was. Die even genoot van een badje of iets. Nou, spring.
Ik kan hem serieus niet zo hoog springen. Oh, ik zou net zeggen, als jij niet hoog kan springen, dan had ik een gelijkfinale aan de tyfus geslaan. Maar gelukkig kan hij of zij hoog springen. Het paard van Melvin. Dat vind ik wel een leuke naam. Het is niet het paard van Sinterklaas, nee, het paard van Melvin. Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor de wind waait door de bomen. Altijd Melvin is voor zijn computerfilmpje aan het opnemen. Heerlijk af, heerlijk videootje is online gekomen. Videootje voor iedereen speciaal. 20 minuten lang lult Melvin. Niks bijzonders of zo. 20 minuten lang lult Melvin. Niks bijzonders. En hebben hier een ravijn of iets. Oh, ik dacht bijna dat ik met een paard naar beneden liep. En dit is trouwens wel een heel klein kutrafijn. En het is hier ook heel beroerd toegankelijk met een paard door het moeras. Dus dan gaan we weer even verder. En dat was trouwens even een leuk altijd Melvin liedje tussendoor. Dan heb je soms, hè, dat heb ik gewoon soms. Ja, dan moet je maar aan wennen als je nieuw bent. En als je niet nieuw bent en je hebt er nog nooit gehoord, moet je er ook maar even aan wennen. Oké. Gaan we nog serieus niks nieuws vinden? Ik begin een beetje te twijfelen. Ik begin een beetje te twijfelen aan die nieuwe biomes. Waar zitten ze allemaal? Oh, biome, waar zit je? Biome, waar zit je? Oh, schaduw. Als je weet welk programma dat is, dan heb je een schouderklopje verdiend. Ik ben benieuwd wie dat herkent. Dat is schaduw. Ik heb hier nieuwe bloemen gevonden. Wat voor bloemen zijn dit? Orchideeën, die hebben mijn open oom altijd de tuin vol staan met orchideeën. Ja, dat is correct Nederlands. Zo. Dat wil ik even vertellen. Misschien vond je dat wel leuk, misschien vond je dat niet leuk. Nou, kijk of ze... Waarom kan mijn paard nog niet zwemmen, joh? Kutbeest. Hup, daarheen zeg ik je. Daarheen, ja, goed zo, gaat goed. Nee, niet terug. Goed zo. Godsamme. Moet wel een boel Oh, mijn god, holy shit. Dit ziet er nog best wel episch uit zo. Gaan we dit overleven met het paard? Ik denk het wel, maar ik denk net wel dat het pijn gaat doen. Ja dus. Nou ja, dan heeft hij of zij pech gehad. Waarom kom ik nou niks nieuw tegen? Ik denk dat het maar even leuker is als doorspoel of iets bijzonders totdat ik een nieuwe biome tegenkom. In de hoop dat ik nu een nieuwe baan tegenkom, zodat ik niet door hoef te spoelen. Anders moet ik wel doorspoelen. Anders dan spoel ik gewoon door. Dit ziet er wel een beetje nieuw uit. We zitten nu... Oh, au! Sorry. Oh, mijn god, hij viel in het water. Dit ziet er wel een beetje nieuw uit. Dit is gewoon voor mij... Holy fuck! Holy god, hoe moet ik hier met mijn paard... What? Dit zijn gewoon fucking icy mountains of zoiets. Hoe moet ik hier ooit langs? Mijn paard kan niet zwemmen. Dat is mooi kut. En er zit allemaal lava. Dat is ook mooi kut. En allemaal steen. Dat is ook mooi kut. Dus we moeten hier maar langs. Kijk, in de hoop dat we ergens toch uitkomen. Holy shit. Wat de hel. Dit is best wel vet zo'n hoge berg van ijs. Of sneeuw of iets. Holy shit. Hoe gaan we hier naar beneden komen? Met het paard in het water springen, zou dat... Oeh, dit is zo fucking eng. Ik wil nu niet dood, we gaan niet gewoon naar beneden. Ja, kijk, dit overleeft hij wel. Kijk. Dit is gewoon een soort van spiderpaard. Overal langs, nee, toch niet. Doei. Nee, ik ga niet daarheen. We gaan gewoon hier, zo, woep. En springen we daarop. Oh. Up, omhoog, ga niet... Nee, niet eronder, nee, paard, nee, ja, goed zo. Oké, okay. Ja, je moet op land, ja, sorry, als je, ook al vind jij dit water zo leuk, jij moet gewoon op land. God, nee, ja, mooi zo, ja, bami-schijf, jij vuile bami-schijf. Nou, ik heb nog steeds geen nieuwe biome. Ik wil wel een nieuwe biome, dus ik zal moeten een nieuwe biome vinden deze episode, dus tot zo. Holy shit. Staat hier zo'n M achter? Ja, zie. Savanne Plateau M.
Dit is zo'n wat zeldzamere bio, maar check hoe hoog dit is. Wacht even. Ik heb trouwens nog geen nieuwe biome gevonden, maar dit is wel een soort van nieuwe biome. Dit ziet er zo fucking episch uit. Moet je dit zien? Oh, ik zit vast. Kutpaard. Check dit. Oh, nee! Oh mijn god, ik had een dikke frame erop. Check, fuck, top vet. Oh, au, nee, sorry paard. Maar check hoe fucking hoog. Weet je fucking vet? Weet je hoe fucking vet dat is? Ik wil er heel graag op, maar ik denk dat ik dan een halve aflevering bezig ben. Dus ik ga nog even op zoek naar een nieuwe biome. En anders dan moeten jullie maar voor mij bepalen wat ik ga doen. Nou, hebben we weer een tempel gevonden, maar niks anders. Nou ja, mensen. Ik ga nu nog even kijken wat in deze tempel is. Ik heb serieus nu al 15 minuten op mijn paard rondgelopen. En ik heb godverdomme niks gevonden. Ja, ik ben er behoorlijk pist over. Dat mag je van mij weten. Waar is hier die ingang? Dan neem ik even mijn paard mee. Die zit hier dus achter. Anders moet ik even kijken of ik mijn paard vast kan zetten met iets. Ik heb ook weer geen saddle of iets. Nou ja, dan laten we maar even rondlopen. Als hij tegen een cactus aan loopt, ja, dan is het mijn, dan is het jammer. Zo, we doen maar even, joh. Oh! Wow. Nee, is mijn pickaxe ook nog kapot? Nee. Moet ik ook nog een crafting table maken? Fucking Christus, ik schrok me de pleuris. Holy shit man, ik zit even te bekomen van die... Ik haal opeens ook allemaal achievements, ik zit even nog te bekomen van die schrik, holy... Oh ja, ik schrok bijna dat ik hem op die edit zou gooien. Nou, dan moet het maar even zo. Die weg, oké. Nu kunnen we veilig kijken wat we hier allemaal hebben. Nog wat iron. Nog meer iron en wat botten. Gold en nog een zadel waar ik geen flikker aan heb. En horse armor, die is de beste die ik... Nou ja, het is nou gold. Maar alsnog, ik heb horse armor gevonden. Ik eindig hier maar de aflevering. Want voor de en wat iron, die neem ik ook even mee. Of heb mijn inventory daarvoor vol. Nou, dan heeft hij pech gehad. Ja, daar kan ik nog niks aan doen. Nou, die. Ja, zo. Nou, maar omhoog. En ja, dan eindig ik hier maar de aflevering. Een creeper, nergens creeper. Moet even kijken waar mijn paard is, voordat die er vandoor is gegaan met de gedachte van... Ha, fuck jou Melvin, we vinden nooit een nieuwe biome, homo. En hij staat hier, kijk. Nou ja, mensen, laat even ook achter in de reacties van wat ik moet doen. Ik kan geen nieuwe biome vinden. Nou ja, ik ga op mijn paard zitten. Ik ga nu even een stukje rijden in de hoop dat ik wat nieuws tegenkom. En ondertussen doe ik mijn eindpraatje. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke aflevering vond. Het was niet echt bijzonders iets. Het was gewoon Melvin die weer aan één stuk doorlulde. Als je dus genoten hebt, support me heel erg, duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter beneden in de comment section maar wat ik de volgende aflevering moet doen. En voor mij was het ook deze aflevering dat ik vroeg om een paardennaam. Ja, zeker weten. En ja, als je nog niet geabonneerd bent op mij, druk dan even op het knopje abonneren dat hier beneden staat. En dat weet je ondertussen wel. Dan moet je daar even op drukken. Daarbij op mij geabonneerd. Ben je altijd op de hoogte op al mijn video's. En ja, ik ga dan hierheen. En dan, ja, voor dan heb ik nog maar één ding. Ja, hier ben ik dan al zo'n keer eerder geweest. Ben ik nog maar... En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is, doei mensen!